blijft bij jullie. Jullie zijn ook getraind door Rafia, taaltrainingen, door Avalon, door Willem. Dat zijn allemaal namen. Joalia als vestigingsmanager, die gaat zo ook trainingen geven. Ook trainingen geven. Mag ik één ding zeggen tussendoor? Ja. Ik kreeg vanochtend, nou vannacht om 3:30, hoorde ik mijn telefoon. Werd ik wakker. Ik denk, wat is dat nou? Is het Willem? Ah. Willem vanuit Sri Lanka wenst jullie allemaal heel veel plezier vandaag en is ook onwijs tofs. Willem! Nee, helemaal goed, Nou, alles theorie, hè. Jullie hebben heel veel natuurlijk gehoord, gedaan hier in de training en nu gaat het echt gebeuren. Persoonlijk ontwikkelplan gemaakt. Nu gaan jullie echt van startbaan via die groeibanen naar hardbaan toe. Eerste, dat was al begonnen. Hè? We hoorden vandaag, we gaan weer iets anders, we gaan weer verder kijken. Hè? Anna Paula, toch even super goed gedaan. Hè? Je was begonnen echt fantastisch. De hele goede spirit en je gaat er echt voor. Dat vind ik echt heel bijzonder om te zien. Maar jullie zijn ook allemaal heel druk aan het solliciteren. We zijn naar Jarige Job geweest. Hebben we cadeautjes ingepakt voor kinderen van wie de ouders dat niet kunnen betalen. Hè? Hun verjaardagscadeautje was een hele mooie dag. We hebben ook veel bedrijven gesproken. Ik zie in BBS, hè? Jullie kennen het inmiddels ook bij de IJsselgemeente, zie ik ontzettend veel gebeuren. Dus echt iets om super trots op te zijn. Sectoren, facilitair. We hebben logistiek, productie. Ik zie sportschool voorbij komen. Maar ook horeca, techniek. En over techniek, we zijn nu bezig, even noemen, met de vereniging, landelijke vereniging van ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf. Jazeker. Wow. Dat is installatiemonteur. Daar is de komende jaren heel veel werk in te vinden. Mannen en vrouwen, members van de werkclub, als jullie hier zin in hebben, techniek, hè, met je handen werken, maar ook koppie erbij, dan spreek ik jullie heel graag, want daar is echt ontzettend veel te doen. Daar kan ik met Nawal ook even over schakelen. Spannend. Dankjewel. Vandaag een mijlpaal, certificaat van deelname. Ik wil met jullie even, we hebben nog geen drankje, gaan we zo doen. Proosten op het eerste mijlpaal, dat we nog heel veel mogen volgen. En dat wij jullie de komende tijd heel veel mogen begeleiden en zien. En naast jullie richting die hardbaan. Ik ga het heel kort houden. Allereerst fantastisch gefeliciteerd met het eerste succes. We hebben hard gewerkt. Heel veel klappen. Ik heb ook een paar keer getraind in deze groep en ik kom altijd binnen met een lach. Als ik bij deze groep kom, ze zijn er altijd, ze helpen elkaar en het maakt niet uit waar ze vastlopen, op taal of op iets anders. Victoria die neemt het soms over, hè? Dan leggen we 3 keer uit en dan snappen ze het nog steeds niet en dan zegt Victoria, ja wacht even, het moet zo of ach, dat is echt zo. En, maar deze groep is ook super actief. Als wij events hebben, nou Marcelle noemde het al, Jager Job, of we gaan naar PostNL, hè, we zijn uitgenodigd voor een rondleiding bij PostNL. Het had gesneeuwd, het was super koud. Wij liepen echt zo naar PostNL, maar ze waren er en weet je, ze zijn gewoon actief. Ze willen ook heel graag gaan en volgens mij is het ook nu de tijd om te gaan, die stappen maken. En het gaat volgens mij ook echt lukken. Ik weet dat er voor Siad gesprekken zijn. Anna Paula is bezig. Victoria! Ja, dat was echt verrassing voor mij. Wanneer ik ik heb eerst gekregen een mailtje. Ja. Die hebben vermissen mijn nummer. Ik moest hoe mogelijk snel teruggebeld. Dus heb ik teruggebeld. En daarna nog een paar minuutjes voor mij teruggebeld. Mevrouw zei voor mij vertellen dat zij zijn echt benieuwd en vinden leuk mijn echt motivatiebrief en plus mijn ervaringen in de zorg. Dus wat heb ik gedaan? Waarom wil ik gaan? Wat zit precies in mijn eigen en in mijn hart? Dus dat is die werk echt van mij. Dus die opleiding ook gaan door. Dus voor mij dus was erg. Maar ja, het komt goed.
willen. Tuurlijk, ja, ik wil graag in de zon blijven. En als je de ervaring hebt en die motivatie, dat vinden werkgevers prachtig. Ja. Dat is wat echt, je moet hebben. Ik ben echt blij en tevreden van mij binnen, dus dat kan ik toch doen. Want krijg je dan een gesprek of ben je al door? Dat heb je helemaal niet. Dat is niet een gesprek. Oh, dat was het eerste, ja. Eerst een intakegesprek, daarna ik moest nu wachten voor uitnodiging. Die kan in februari of begin maart komen van uitnodiging voor echte gesprek. En nu, namens de gemeente, mijn baas heeft gevraagd of ik dan even wil praten. Ik wil iedereen die hier zit, want sommigen ken ik goed, hè, heb ik er veel contact mee, of mijn collega natuurlijk. Wij volgen jullie ook, dus het is leuk om te zien dat jullie die stappen maken. En ook in overleg met de werkclub van wat kan. In de kaders natuurlijk van de uitkering, want we kunnen veel, maar helaas niet alles. He, dat moeten jullie ook wel even weten. Maar we doen wel ons best. Dus we kijken echt in overleg met de werkclub, wat kan wel. He, we doen hartstikke graag mee. We willen jullie. Uiteindelijk is ons doel met jullie allemaal dat jullie uit de uitkering gaan. Maar ook iets met wat jullie betekenen voor de maatschappij hier in Nederland. Want uiteindelijk wil je meedoen in de maatschappij. En ik wil jullie nu al bedanken, in ieder geval dat jullie goed meedoen, want we krijgen goede berichten. En als dat niet zo is, krijgen we ook door. Maar ik wil vooral zeggen dat we goede berichten krijgen. Dat willen we ook zo houden, toch? Want we willen niet anders gaan doen, dat willen we liever niet. Hè, dus heel veel succes. Bedankt. En heel leuk dat jullie in ieder geval de eerste fase inderdaad achter de rug hebben. En nu begint het echte werk, zoals iedereen, eigenlijk Marcella, Joalia, Vincent, Raffia. Ik wil jullie ook allemaal bedanken. Eigenlijk met elkaar komen we er. Alleen lukt het niet. Dan nu het officiële moment. Certificaat. Voorhalen. Achmat. Staan we waar. Applaus voor Achmat. Voor jou een certificaat. Jouw grote kracht is natuurlijk, je bent heel sociaal. Ja. Dat is echt jouw kracht. En je wilt gaan tolken. En ik weet eigenlijk bijna zeker dat met jouw inzet dat gaat lukken. Dus zeker. We gaan er hard aan werken. Ja, dankjewel. Overigens, ook zien bijna overal zien we Achmat in de gemeente Zuid-Klaas. Ja. Met mensen op gesprekken bij ons op het werkplein. Dus hij laat zich zeker zien. En ook dat is heel goed. Hè? Dat wilde ik even ook zeggen. Dankjewel. Goed man. Groep. Vooral van Vincent en Willem. We hebben veel geleerd van deze twee mannen. Ze zijn echt specialist met zijn werk. En veel bedankt. Heel graag gedaan. Abir. Oh. Abir is heel sportief. Ja. Zij was een gesprek. Ja. Definitief. Ja, ik ben daar wel bij met Saint-Cri. Saint-Cri er is in Kreppen aan de IJssel. Ja. Oké. Okay. Ja. 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 Welke? Saint-Cri? Saint-Cri. Ja. Saint-Cri. Ik denk wel. Ja, bedankt. Nieuw? Oké. Ja. Dat was super leuk. Ja. Misschien. Ja, maar sportief. Ja, alles is sport. Mooi. Ja, dat is jouw kracht, hè? Want jij had in je eigen land ook echt een sportschool. Ik wil een stage lopen. Daarna misschien ga ik naar schoenen. Ja, helemaal goed. Ja perfect. Ja. Wel verdiend, Abir. Ja. Oh, ik kan moeilijk leren. En nu? Ja, fantastisch. Ja. Amina. Amina, gefeliciteerd. Amina kwam hier binnen en ze was eigenlijk heel stil. Ja, heel stil en een beetje als een bloem. Ging ze discussiëren met Eva, bijna vechten. Nee, dat niet. Maar ze bloeide echt op. Ik zie echt een hele sterke vrouw. Dat is echt heel bijzonder. En bij de jarige Job ben je zelf
gaan praten met iemand daar, dat heb je echt heel goed gedaan. En dat doe je nog steeds. Je hebt nog steeds contact via de mail. Dus het gaat super goed. Gefeliciteerd. En hoe gaat school? Ja. Schat, je doet inburgering? Ja. Ja? En je bent... Oké. En is dat binnenkort of meer interesse hoor? Nee, mijn examen was binnenkort klaar. Oh, je hebt examen. Ja. Heb je ook uitslag? 4 geslag. Nog 1. Nog eentje. Iedereen. Ja. Ik ben zeker. Gefeliciteerd, hè? Dank je wel. Hola. Paolo, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ook heel veel meegemaakt in je leven, maar je bent echt, je wordt met de dag sterker, zie ik ook. Dus echt complimenten daarvoor. Je bent super goed bezig. Wel verdiend. Ja, ik wil ook iets over Anna Paula zeggen. Anna Paula die heeft inderdaad veel meegemaakt, maar ze is veel sterker geworden. Ja. En ik ben zo blij dat het alleen maar beter gaat. Ja, dankjewel. Ja, super. Dankjewel allemaal. Dan moeten wij op de foto. Ja. Arjan, gefeliciteerd. Dankjewel. Arjan, je hebt veel ambitie. Je wil echt groeien in, binnen de ICT, is het plan. Ja. Dat is echt wat je heel graag wil. Ja. En haar kracht, jouw kracht is echt doorvragen. Als je jou iets uitlegt, dan ga je altijd doorvragen. Nog meer, nog meer, nog meer informatie. En daardoor word je, ja, je groeit. Dus dat is echt mooi om te zien. Ja. Blijf dat ook vooral doen. Ja, ik hou van leren, vooral de taal, vind ik echt leuk. Ja. Om te leren van iedereen. Ja. Als ik iets hoor, dan wil ik weten wat dat betekent. Wat dat betekent. Ja, ja, dat merk je echt. Leuk. Ja, supergoed. Dankjewel. Applaus. Lees hem even aan nu. Cameraman. Cameraman, iemand anders. Hij was laatste. Gastlaatste. Als laatste. Hij laat hem op voor de okay. Mohammed. Ja. Nee, Mohammed. Mohammed. Hayal Manjuni. Hey, ik ben heel druk bezig met je taal. Gaat zien, kijk, zie je. Techniek en autobranche. Net als automonteur werk. De beste smaak. Ja. De smaak is de braadzaam. De smaak is de braadzaam. Let ze maar alleen. Mohammed, gefeliciteerd. Ja, en we gaan hard werken. Dat komt helemaal goed. Mohammed, die komt altijd, vooral als het koud is, komt hij echt met heel veel kleren, een sjaal, maar ook heel gedreven, jij bent ook echt heel erg de ICT, dat is jouw grote droom. Je hebt ook al een coach, andere Mohammed, Mohammed en Mohammed, M&M. En Mohammed is ook een ICT-coach, dus hij kan gaan samen heel veel komen. Ja, komt helemaal goed. Hard werken. Applaus voor Mohammed. Op het podium. Ja, dat is ook echt een beetje je droom, hè? Je wil ook andere dingen doen, bijvoorbeeld PostNL of chauffeurwerk, daar zijn we mee bezig. We hebben gesolliciteerd bij de Albert Heijn als bezorger. We gaan kijken wat dat gaat worden. Maar jouw droom is muzikant en daar gaan we ook voor. Ja, dank u wel. Gefeliciteerd. Dank jullie ook allemaal. Heel graag gedaan. Ik wil even over jou. In het begin was je heel stil. Echt zo stil dat ik echt dacht van, daar komt niks uit. Praten, maar je zegt er niks. Ja. Praten. En nu... Ja. Als bloem, je bent gegroeid, je bent open. Dank u wel. Mooi hoor. Dank u wel. De grote man, de bokser, Samme. Alsjeblieft, dank u wel. Dank u wel voor alle. En erg, drie keer. Erg voor alle medewerkers hier in Birkenkloof, in Birkenplein. Vrouw hele goede vrouw Serena, vrouw Khadija ook. En de rest. Allemaal. Je bent druk bezig met security bedrijf. Ja. Misschien dat iets gaat worden, een opleiding hebben. Ik heb gepraat met mevrouw Serena. Ja. Voor die andere, maar misschien is moeilijk.
vinden wat belangrijk of security of die andere. Ja. Ga verder kijken en zullen er meer mogelijkheden zijn. Hè? Ja. En dat is ook iets wat ik ook mee wil geven. Hè? Je hebt niet naar één ding kijken, ja, naar verschillende dingen kijken. Ja. En misschien zeggen we eerst nee. Blijf gewoon rustig, kijk naar de volgende, ja, en misschien zeggen we daarna ja. Ja. Dus gewoon verder kijken. Ja. Komt goed. Succes. Komt goed. Ja. Gefeliciteerd. Heel gedreven dame, Susanna. Zeker. Je hebt een duidelijk doel en je gaat er 100% voor. Ja. En soms krijg je nee, maar we gaan uiteindelijk voor die ja. Ja. Gaan we echt voor. Ja? En we blijven je sowieso helpen. Dus complimenten voor je doorzettingsvermogen. Echt supergoed. Die is voor jou. Je hebt er wel. Susanna die kwam eigenlijk heel stil ook binnen, samen met je man. Ja. Altijd was hij bij mij. Ook Nederlands, moeilijk, ik weet het niet. En nu, ik weet wat ik wil. En dat is leuk om te zien. Bedankt. Susanna, foto. Foto. Gefeliciteerd. Die is voor jou. Ook voor de inkelbaan. Opa, weet je, haar kracht is eten maken. Ze moet iets doen in de keuken. Soms dan neemt ze allerlei lekkere dingen mee voor ons. Dat is echt supergoed. Oh, nu weet ik waarom je aangekomen bent. Zo, dat is wel heel aardig. Ja, dat komt ook wel een beetje. Nee, maar ik kon het hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, dan mag het. Nee, maar echt, Koekie werd ook heel erg gegooid. Maar dat is Amina, was je een beetje stil aan het begin. Ja. Maar op een gegeven moment bloeide je ook echt op. Ook echt in discussie gaan met elkaar. Echt supergoed. Ja. In je Nederlands wordt steeds beter. Ja, dankjewel. Ja, echt supergoed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, dat mag. Waar is ons juweeltje? Die kennen we al een tijdje, Galicia. En we wilden altijd wel dat je iets ging doen. Ja. En waar je eigenlijk je plek kan vinden. En ik denk dat de werkclub voor jou inderdaad een hele leuke plek is. Om in ieder geval te doen. Misschien niet inderdaad met koken of wat dan ook, maar dat je in ieder geval wel laat zien wie je echt bent. Ja, 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 supergoed. Ja. Vinky, Tanja. Gefeliciteerd. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Bedankt. Onze toekomstige verpleegster. Ja. Overleg. Ja. Er is heel veel te horen aan, dus. Ja. Ik heel hopelijk. Ja. Je bent echt gedreven. Heel veel energie heb je. Ik soms een beetje te veel, dus ik los van je rug kraken. Ja, je moet wel zuinig zijn op je rug. Daar moet je op letten. Ja. Maar ook jouw doorzettingsvermogen is echt heel sterk. Ook veel meegemaakt, maar je staat nog steeds rechtop en je gaat ervoor. En we gaan je helpen verder. Bedankt. En het wordt geweldig. En ik ben heel erg dankbaar voor jullie, omdat vroeger ik was zelf schaam om te gaan gewoon. Als ga ik solliciteren of soort gesprek over de sollicitatie krijgen, voor mij dat was het. Wat ga ik zeggen? Ik direct vries. Ik weet niet, paniek. Maar naar werkgroep, naar onze trainingen, naar onze tijd hier, ik heb veel geleerd. Dus ik op mijzelf ook hier heel veel open. En ik ben heel erg blij en dankbaar zijn voor jullie alle team. Daar ben ik hier toch bij gekomen, dus en veel geleerd en dankbaar. Ja. Ja. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Sarai. Die is voor jou. Sarai, jij bent eigenlijk, hij is altijd, te vroeg op tijd. En, nooit te laat. Zelden, ik zie je eigenlijk nooit te laat. Nee. Compliment. Zeg maar, ja, altijd. Je bent heel, heel stipt. En we zijn nu heel erg op zoek naar wat je echt wilt doen. En er zijn een aantal mogelijkheden en we gaan kijken wat je graag wilt. En ik geloof dat je het kan. We zijn ook op zoek naar een soort applicatie waarin we met elkaar beter kunnen communiceren. Met de Grinja in Nederland, dat ik een beetje van jou leer en hij een beetje van mij. Want ik kan een paar woordjes Arabisch, maar de Grinja ga ik van jou leren. Super, ik ben echt ontzettend dankbaar. Dankjewel.
Die is van jou? Ja. Ook wel verdiend, zie je? Kortlieg. Onze movie star. Wacht. Joalia en Rafia. Waar is Rafia? Ze zijn het bellen volgens mij. En Joalia, alsjeblieft. Oh. Op de volgende. Kom maar. Ja. Ja. Hier staan? Ja. 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 Later. Later. Klopt, ja. En dan komen we chefkok. Ja. Ja, ik weet dat zegt, dat moet lukken. Dank je wel, ja. Ik ben echt trots op je, man. Echt goed gedaan. Dank je wel, allemaal. Dirk, deze is voor jou. We zien wel waar jouw talent ligt. Het ligt in het fotograferen en het filmen. Eva heeft ook een eigen YouTube kanaal. Ik kan het alleen niet verstaan, want het is in Vincent, de event manager. Bij mijn Eva, Vincent. Eva, positief. Er is één kant van Eva wat we niet gehoord hebben en dat is dat hij een hele lieve vader is voor zijn dochter. Ja. Op de foto en posten. Samen zoeken op de marktplaats. Als je muziek opzet, dan kunnen we YouTube kan je die ontvangen? Posten. Dan krijg je volgers. En dan moet dat een beetje gaan. Opstarten. Ik wil iets zeggen. Maar. De muziek moet van jouw kamer naar de wereld. Komt. Ja. Ik ben ook bezig. Ja. Ja. Het komt goed. Alles komt goed. Waarom is dat achter de mensen altijd? We moeten voor komen zitten. Vinky is de best. Altijd. Ja, ja, best. Ook best. Ja, 2 maanden geleden gelopen, maar.
Ja, heel gaaf.